Erik. Erikie. Wat gaat die gozer ervoor? Wat heeft hij voor een masker op? Die heeft gewoon een masker op. Hij verbergt zijn lelijke gezicht. Dat zou ik ook doen. Maar ik vind hem wel apart. Hij heeft het is bijzonder. Het is echt een masker. Maar het is wat net een HD-textje lijkt het net ook. Hè? Hij heeft een andere kleur skin, zie je dat? Dat klopt. En ik vind het wel gaaf. Ik vind het wel gaaf. Hij denkt over, waarom staan we nou te kijken naar hem de hele tijd? En dan gaat hij nog triest lopen doen ook. Guus clip, Nee, je bent niet triest. Jongens, na het intro gaan we iets doen. We gaan namelijk in de creative wereld kijken naar verschillende plots. Dat wordt lachen, dat wordt gieren, dat wordt... Brullen! Of janken. Dat kan ook. Dat kan ook. Graag. Na het intro. Zo. Okay, people, let's go to work. Erik? Ja, Vincent? Daar gaan we dan. Durf jij? Ja, jij niet dan? Ik ga er nooit zo vaak doorheen, joh. Oh, nou dat gaat heel simpel. Kijk, plop. Kabouterplop. En dan moeten we rechtdoor lopen naar de creative. Hup, 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 hup. Oh, je bent natuurlijk ergens anders, want jij doet gewoon survival. Ik doe gewoon survival, ja. Ja, ik niet, hè. Kijk, maar ik ben zo bij de span. Kijk, ik zie jou alweer. Hallo. Oh, hallo. Komt u maar. Hey. Doe maar. Hup. Ha. Zo. Ja, was hard, hè. Nou, we zijn... Oké, kijk nou. Hey, zo. Zo. Huh? Wow. Oké, dit is best wel heel mooi. Ik doe gelijk slash D. Wauw. Damn. Oké. Iemand bouwt gelijk extreem mooie dingen hier. Oké, dit is echt gaaf. We gaan gewoon plots kijken. Oh. En ik zie hier al Owner Leroy Mijns. Oh, die kennen we. En ik zie ook gelijk dat de Disney Craft Creative Server map ook al is gemaakt door iemand. Moet je kijken. Hij heeft een mapkaart gemaakt, gelijk bij de span, van verschillende plots. En nu kunnen we eigenlijk een overzicht zien wat we allemaal zien eigenlijk op die map. Oh, wat gaaf dit. Dit is wel gaaf, ja zeker. Elk vakje staat nu ook zichtbaar op die map. Dus je ziet precies waar mensen hebben gebouwd. En wat voor gebouw is dit? Zullen we hier gewoon even een kijkje nemen, Erik? Nou, laten we dat eens doen. Oh, ik heb mijn geluid uitstaan. Excuus mensen, want soms is die muziek heel vervelend. Zo. En dit is een soort van Geo. Oh, is dit een soort van Geo? Oké. Okay. Nee. Die is ook gebouwd. Moet je even kijken even buiten. Echt, serieus, buiten. Ik zie echt bizar. Moet je kijken, dat gebouw daar. Voor mij is het van Oscar. Echt. Wauw. Just wauw. Prachtig. Hallo meneer, wat bent u aan het doen hier? DJ? Drumstel. Drumstel, ja. Oh, wauw. Oh, Gio. En een microfoon. Oké, ja, doe maar. Oh jij, nou gaat hij zingen hoor. Nee, wil je dat wel? Ja, ik kan mijn headset af. Wat zei? Oh, ja nee, Gio probeerde net te zingen hier. Lukt maar, dit? Hebben we aquarium gemaakt hier? Niet. Zonder vissen? Het lukte niet, nee. Met zonder vissen? Met zonder vissen. Oh. En die Romeins hebben een soort van... Hij heeft een gebouwtje gemaakt met een soort info. Gewoon informatiebalie. Met daarbij, dat staat hier ook boven geloof ik. Even kijken. Een restaurant van Disneycraft. En heeft hij zelfs een hele mapkaart. Ik vind het wel echt fantastisch. Die mapkaart is wel heel gaaf. Die doet het er mooi. Ook handig trouwens, ook voor de rest. Ja. Zullen we naar een nieuw plot, zullen we naar een nieuw plot kijken? Ik vind het een goed idee. Laten we dat eens doen. DC VIP server. Wat leuk joh. Iemand zit hier gewoon te maken joh. En van bovenaf staat er WVG'tje. Oké. Grappig. En wie heeft dit gemaakt jongens? Van wie is dit plot? Even kijken hoor. Wat een mooi huis. En van die bloemen random. Ja. wie heeft het gedaan? Oh. Ik moet niet nog verder bouwen. Ja, sorry. Dit is echt een... dit is hem hè. Dit is mijn huis jongens. Hoe vind je hem? Ja, nou, ik vind toch wel een beetje dat er wat ontbreekt. Ik bedoel, ik mis details. Oké, doe het. Het is een beetje krap. Het is ook een beetje krap. Beetje, ja... Dit is het wel beter, hè? Ja, ik denk dat deze bouwer nog een beetje wat moet leren. Dat, ik zou er nog een deurbel bij doen. Ja. Nou, dat lijkt net echt, ja. Je kan wel zien dat hij niet zoveel ervaring heeft, hè? Deze bouwer van dit plot hier. Dat, ja. Nee. Volgende plot. Volgende plot. Dit is een heel leuk plotje, zie ik hier. Deze is een villaatje, maar echt heel apart. Ja. Met een schoorsteen. Zwart glas en zo. Aardbeving.
Nou, nee. Kan ook niet anders. Heb je die helikopter erboven gezien? Ik wou net zeggen, daar kan Kevin nog wel wat van leren, dacht ik eerst. Maar ja, ik wou het zeggen, echt waar. Ik dacht van, nou, doe maar niet, want een beetje een rot comment. Want we hebben heel veel mooie inrichting ook. Ja, die inrichting, dat is wel weer... Was er ook nog een bovenverdieping, of niet? Ja, hier. Moet je vliegen, zeg maar. Zo. Nee. Oh ja. Wel de deur achter me dicht doen, jongens. Oh. Ja, dat is ook heel handig. Mooi plot. Hij is er niet, hè? Hij is er niet. We kunnen nou over hem roddelen. Nee. Erik gaat helemaal los, joh. Gaat lekker. Oké, de volgende plot. Oh, plot, ja. Dit vind ik echt de mooiste plot die er is. Maar daar is nu mee bezig. Namelijk Antcraft 01. En die is hier, heeft hij al gemaakt... Ik kan het niet omschrijven als iets. Het is een soort van beginsel. Mooi. Ik denk dat dit nog heel wat gaat worden. Ik denk dat, wel. En belooft hier wel wat. Zag ik iets van Stef. Ik denk Stef Mijn. Ik weet niet waar de sign staat. En dit ziet er ook wel heel leuk uit. Wat staat hierop? Vakantiehuisje Blabo. Dit vakantiehuisje bevat geen badkamer, wel een vierpersoonskamer met tv. En een Blabo lounge. Die lounge is te vinden aan uw linkerzijde. Inderdaad, Stef Mijn. Ik ga lekker de rechterzijde op natuurlijk. RTL plant. Wauw. En de linkerkant is daar. Oh, kijk nou, joh. Oh, wat een mooie bank. Heel luxe, twee antennes. Zo. Ziet er goed uit. Leuk, joh. Wat staat hier? Oh, vind leuk. Jij de secret? Oh. Hey, mensjes. Ik ben Stef Mijn en dit is mijn plot. Hetgene wat je nu voor je ziet is een klein decor. En hetgene achter je is een zelfverzonnen vakantiehuisje. Vind jij de secret? Oh jee, dat vind ik heel uitdagend eigenlijk. Zoeken! Kijken. Wat is de secret van Stef? Even kijken. Waarschijnlijk ergens binnenin misschien. Oh, nu denkt Stef mij zit helemaal te pruttelen terwijl hij deze video kijkt. Die denkt van, ik heb die lacht zich rot. Ja, die denkt, ik heb geen secret. Maar het gaat gewoon even om het idee en ik denk dat... Ha! Ik heb hem gevonden. Oh, nee. Nee, nog niet. Dio, niks verklaps. Oké, dan ga ik... Hij zit in dat huisje, hoor. Tio, jij zit hier in het huisje. Ik zit niet in een huisje. Zo, ik heb wat toegevoegd bij hem. Ben je niet in het huisje? Waar worden we warm? Kom gewoon daar nou in? Rondlopen. In dat plot? Ja. Oh! Huh? Hi. Nee. Wat een... Oh! Oh, hallo. Oh. En die lacht zich nou helemaal rot, natuurlijk. En wat Gio hebt net geschreven op het sign, dat moet je maar zelf in je eigen plot kijken, Stef Mijn. Ik zie hier trouwens een plotje, een klein plotje, helemaal in de bomen ontvangen. Oh, wat en mooi. Die is van Rubex. Oh. Nou, Rubex, ik weet niet of Rubex daar net aan bezig is geweest. Maar dit is Rubex, een klein meertje heeft hij gemaakt, zie ik. Oh, kijk nou dit dan. En een leuke hier grap. Binnen. Oh, apart zeg. Dit is gaaf met dat glas zo. Wauw, een beetje disco fever dit. Wow, maar het lijkt net alsof die stoelen zweven, zeg maar, door apart, dat glas. Hoor, ja. Apart. Nice. Nou, Rubix, ik zie dat Rubix al eerder een plot heb gemaakt. Ik weet niet of hij dat net heb gemaakt. Nou, de volgende is van... even kijken. Een soort van... Even kijken hoor, MC Squizzy. En Squizzy die heeft, ik vind dat die kleine plots meer overzicht brengen ook, vind je niet? Mooi hè? Heel vet. Dit is een soort van tempelachtig, wat is het? Hallo Irma, Irma zit hier binnen, zie je het? Een soort van Griekse tempel. Zo'n Griekse, hallo Irma. Zo'n oude Griekse tempel is dit. Inderdaad, en hier zit ik, Vincent en Irma zitten hierin. En er staat nog iets bij. MC Squizzy, hij heeft zijn eigen naam neergezet. Leuk, apart, een tempelachtig in het, zo'n Romeins... Mm-hmm. Ding. Anna zie ik hier. Nou, Anna is iemand op Teamspeak. Dat is een bezoeker. En dan denk ik dat dit door een vriend is gedaan van Anna. Florian de Volder. De Older is het. Nee? Ja, nou ja, goed. Nou ja. Nou ja, goed. Ik wil eigenlijk dat mooie plot dadelijk gaan kijken. Maar dat doen we dan wel in de volgende aflevering. Dat we weer de plots gaan bekijken, vind je niet?
Nou, goed idee toch? Blijf het kanaal... Hou het lekker spannend. Ja, hou het lekker spannend. Blijf het kanaal kijken. We gaan niet morgen of overmorgen in één keer dat laten zien. Maar blijf gewoon even checken. En dan komt er zeker een aflevering langs dat we verder gaan kijken in de Creative Map. En heb jij iets gemaakt? Vergeet zeker niet bij te bouwen. Want ik geniet hier met Erik van NGO's nu net weggaan. Maar die hebben ook genoten. Oh, ik ben er gewoon. Oh, er stond Left the Game. Oh, ik was alleen even een resource pack aan het veranderen. Oh, dat was het. Nou, dus... en we plaatsen af en toe wat signs als we in jouw plot zijn geweest, zoals je al zag. Gio plaatst ook een paar secret. Dus dat wordt vet. Bedankt voor het kijken en doei doei! Doei! Yeah.